Wat er bestaat, hè? De hele zondagochtend in bed. Ja, vooral als je er vanaf zaterdagmiddag al in ligt. Hè? Ja. Ik ben er tenminste nog uit geweest om even te douchen. Hè? Ja, ja, ja. Ed, dit is een hint. Ja, nee, dat weet ik ook wel. Maar ik vind het gewoon lekkerder als die lijfgeur nog een beetje tussen die lakens blijft dampen. Ja, ja. Hé, hey, Ed. Gaan we het nou doen of niet? Maar weer? Zeg, ik heb ook weekend, hoor. Kom. Ja, je weet wel. Waar hebben we de hele nacht over hebben liggen praten? Oh, dat. Ja, dat zouden we kunnen doen als we dat echt per se zouden willen. Jongen, jongen, jongen. Nou, dat klinkt ook lekker enthousiast, zeg. Een paar maanden geleden kon je nog over niks anders praten dan over trouwen. Ja, nee, maar laten we even reëel wezen. De laatste keer dat we het probeerden is het gewoon mislukt. Nou, dan moet je de consequentie ook durven dragen. Oh, en wat is die consequentie dan? Dat we kennelijk geen aanleg hebben voor het huwelijk. Tjonge. Ja, nee. Jij laat het ook snel afweten, zeg. En wat doen we dan met die ringen die we nog steeds hebben? Oh, shit, ja, die ringen. Ja, dat is natuurlijk wel zonde van het geld, ja. Oh, Ed, dan ben je weer heerlijk romantisch. Ah, nou, romantiek is een luxe verschijnsel anders, hoor. In een heleboel culturen is het huwelijk puur een economische band. Is de vrouw economisch afhankelijk van de man? Nou, dan zorgt ze wel dat hij zijn natje en zijn droogje krijgt, hoor. Ja. En in een heleboel culturen loopt een vrouw ook vier passen achter de man. Ja, uit respect, ja, ja. Nou, ik moet zeggen... Onder dergelijke voorwaarden ben ik bereid om een huwelijk nog eens te... niet aan mijn haren trekken, Ik geloof dat ik dat laatste niet helemaal goed verstaan heb. Dat in een heleboel culturen de man iedere dag ontbijt op bed geeft aan de vrouw. En lunch. En diner ook nog. En dat in een heleboel culturen de man vier passen achter de vrouw loopt. Ja, er zijn zelfs culturen waar het 40 passen is, als je... Uit respect. Nou, respect vooral ook dat, ja. Ed. Oh, wat lief dat je me nou weer ten huwelijk hebt gevraagd. Ja. Ik ben echt helemaal ontroerd. Ja, ja. Nou, hou om je de waarheid te zeggen, Ed de Pet. Ik sta er wel een beetje antiseptisch tegenover, hoor. Dat kun je me toch niet kwalijk nemen? Ik zou niet durven, maar... De laatste keer dat jullie huwelijksplannen hadden, was het ook weer lozend alarm. Hè, vader? Lief? Dat het huwelijk is mislukt. Oh, dat? Ja. Het blijft bij het gemeentehuis, neem ik aan. Oh ja, mevrouw Veenstra, absoluut. Ja hoor, Eddie en ik voelen niet voor zo'n hele toestand eromheen. Nee. Hè? Nee, natuurlijk niet. Waarom zou je ook? Het is per slot alleen maar de mooiste dag van je leven. Ja. Nou ja, het is te hopen dat jullie dit keer wel opkomen dagen. Want dan heb ik tenminste mijn hoed niet helemaal voor niks gekocht. Je hoed? Diezelfde hoed van vorig jaar? Met al die gemengde fruitsla bovenop en zo? Ja, natuurlijk heb ik die nog. Die heb ik speciaal voor jullie huwelijk aangeschaft. Oh, en vader? Wat is er, lief? Jij moet maar meteen weer beginnen om je speech uit je hoofd te leren. Speech? Luister eens, moeder. Denk je niet dat het beter is... Nee, natuurlijk wel. Je moet er gewoon een paar grappen in doen. Grappen? Maar ik weet helemaal geen grappen. Nou, mevrouw Veenstra, ik denk dat daar geen tijd voor is, hoor. Want de ambtenaar houdt ook al een speech. Ja, zo'n gemeentehuis. Dat is toch gewoon een fabriek? Hup, 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 hup. Een beetje doortrouwen, alsjeblieft. Want het volgende echtpaardje staat alweer te trappelen. Het is allemaal zo onpersoonlijk en zo zonder ceremonie, hè, vader? Wat is er, lief? Dat je tegenwoordig al blij mag zijn als het een kwartier duurt. Oh, nou, ik doe mijn best. En? Wanneer is de grote dag? Oh, dat moet ik nog even regelen, ma. Doe dan maar een zaterdag, want dan kan iedereen. Oh, ja. En wat willen jullie als huwelijkscadeau? Oh, nee, mevrouw Veenstra, echt niet, hoor. Dat is echt niet nodig. Niet echt nodig, niet. Hoor. Goed. Word dus een kinderwagen. Wat vind ik nou het leuke van je moeder, hè, Ed? Ze is tegen seks, maar voor kinderwagens. Nee, maar kijk, seks mag wel, als het maar functioneel is. En dan moet het weer. Maar het mag niet ook nog leuk worden, snap je? Ja. Hey, hoe is het bij de gemeente gegaan?
Oh, nou, dat was wel even een beetje een probleem. Het zat helemaal vol namelijk. Tot wanneer? 1996. Oh? Ja, nou, de zaterdagen, hoor. Door de week was er wel iets meer tijd, maar ja, ik bedoel... Ja, ja, zal je moeder weer horen. Ja, precies. En ze was wel een wachtlijst, hoor, voor als er eens een koppeltje uitvalt onverwachts of zo. Maar die was ook nog best redelijk lang, hoor. Ja. Misschien dat we anders toch beter alsnog nog in de kerk? In de kerk, El, toen. Nou, de laatste keer dat wij een kerk van binnen hebben gezien was 2 jaar geleden op vakantie. Weet je dat nog? Ja, dat weet ik nog wel, ja. Ja. Dat jij 2 pils bestelde. Ja, hoe kon ik dat nou weten, dat dat de pastoor was? Nee, maar toch, hé, Ed, is er een heel klein plattelandsgemeenschapje? Is er een heel oud domineetje, wat ons heel snel trouwt tussen neus en lippen door? Nee, El, ik moet geen beun hazen, El. Nou, dan niet, joh, dan wachten we toch een paar maanden. Dan krijg je moeder weer een attack. Mijn neef? Welke neef? Arnold. Arnold is een neef van me, die kan ons trouwen. Plakken we er gelijk een weekendje Volendam tegenaan. Mooi. Is jij een neef die dominee is? Oh, wat leuk, dat wist ik niet. Oh, dat trouwt toch nog in een beetje respectabele familie. Hé, wat heeft hij? Heeft hij een eigen kerkje of zo? Nee. Maar wat heeft hij dan wel? Nou, gewoon een boot. Ah, Arnold. Een boot? Ik hoop dat jij weet waar je aan begint, Eddepet. En je legt je hele huwelijksleven in handen van neef Arnold. Nou, sommige onderdelen blijven we gewoon zelf doen, hoor, maar. Is hij wel bevoegdigd om mensen uit te huwelijken? Ja, hij heeft anders wel een reputatie, hè, vader? Lief? De reputatie van neef Arnold. Neef Arnold? Hoezo, wat bedoelt u? Wat voor reputatie? Maar hij is gediplomeerd kapitein. Hij is wettelijk gemachtigd om allerlei begrafenissen en zo uit te voeren. Volgens mij heeft hij ze niet alle 13 op een rijtje. En het blijft toch een Volendammer. Maar van harte gefeliciteerd, je hebt zojuist een geheel nieuwe vorm van racisme uitgevonden. Voetballen, herriemuziek maken en palingvissen is het enige wat ze kunnen. Ho, herriemuziek? Je hebt het wel over BZN, ja? Wacht even. Ed, begrijp ik het goed dat die Alfons... Arnold. Dat die Arnold een palingboer is? Nee. Hij heeft zo'n groot luxe touringjacht, heeft hij, met allemaal rood plusje erop en zo. En dan vaart die Duitse toerist, die vaart hij zo'n beetje rond daar. Nou, op die boot kan hij ons dan trouwen, dacht ik. Ja. Duitse toeristen! Heb jij dan helemaal geen respect voor mijn oorlogsverleden? Het enige wat zij van de oorlog heeft meegemaakt is dat ze op 5 mei 45 verwekt is. Eddie, hoe durf je? Na alles wat mijn ouders in de hongerwinter hebben meegemaakt, ga jij op een boot zitten met aan de ene kant Duitsers en aan de andere kant paling? Vader, zeg jij dan ook eens wat? Ja, natuurlijk. Ja. Moet je luisteren, kinderen. Wat moet ik eigenlijk zeggen? Aan de ene kant Duitsers en aan de andere kant paling. Nou, graag paling, lief. Ellen, luister eens. Ik ben ook eens in Volendam geweest, hè? Ja, in mijn diensttijd. Oh ja? Ja. Oh, meneer Veenstra, ik wist helemaal niet dat u in dienst was geweest. Ja. Dat was voordat ik Eddie zijn moeder leerde kennen, hè? Ja, dat was tenminste nog een leuke tijd. Ja. Vader, pak je jas. We gaan naar huis. Maar ik wou net iets leuks vertellen. Ja. Als het dan zo leuk is, bewaar het dan maar voor je speech. Moeder, wacht eens even. Even over die speech, hè. Kijk, ik kan natuurlijk niet én een speech houden en foto's maken. Nee. Nou, pa, die foto's maak je daar maar niet te druk over, nee. Joh. Dat, anders wordt het te veel misschien. Laat maar zitten. Ach, ja? Eddie. Jij wilt toch wel een paar gefotografeerde kiekjes? Ja. En voor in je album? Ja, maar pa's gefotografeerde kiekjes zijn altijd een beetje... Ja. Je hebt gelijk. Ja. Vader? Ja. Geen foto's. Ja. Oh, Ellen, tussen twee haakjes. Wie heb jij nog meer uitgenodigd? Nou, mijn vader en mijn moeder natuurlijk. En opa en zijn nieuwe vriendin. Ah, ja, die nieuwe vriendin, daar heb ik van gehoord. Nou, dat zal me wel iets moois zijn. Ja. Nou, als zij komt, blijf ik weg. Ah, nou, in dat geval. Ja, maar ja, als zij niet mag komen, dan komt opa ook niet. En dan is de familie niet compleet. En dat zou u toch niet willen, mevrouw Veenstra? Nou ja, goed. Maak jij je maar geen zorgen, Ellen. Ik zal geen stro in de breedte leggen. Oh. Nou, vader, waar blijf je nou? Ja. Nou, dat mens zal zich wel thuis voelen, hoor, tussen al die vissers. Nou, ze zelf zo'n arme, oude man aan de haak heeft geslagen. Hm? Nou, vader, hup. Ja. Dag, meneer Veenstra. Dag, meneer Veenstra. Dag. Nou, Ed, dat wordt weer een dag.
dag, hoor. Hey. Op een boot, wat een geweldig idee ook ja, weer. Ja, maar is niet zomaar een boot, hè? Nee, 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 eentje met rook. Ja, plus, ja dat is, ik weet dat, het wel. Dat is iets van een, dat moet iets... Een drijvend bordeel, is het. Hoera! Dat heb ik nou mijn hele leven al gewild. Trouwen in een bordeel. Ja. Astrid. Dank u. Ja, zo. Nou, nog even alles op een rijtje. Ja, ik dus, heb een rijtje, ja. Dus jij ja? betaalt mijn dieselolie tuurlijk, en één dag verstek. Dat heb ik goed begrepen. Ja, en dan is de boot dus in wezen de hele dag van ons, hè? Ja, ja nou. Maar hij blijft natuurlijk wel van mijn... Ja, nee, natuurlijk. Nee, daar gaat het ook niet om. Maar ik bedoel dan verder ook geen Duitse toeristen de hele dag morgen. Nee, dat kun je wel stellen. Mooi, ja. Goed. Ja, oké. Okay. Oh, dan heb je L. L hier. L, en dit is Arnold. Ah. En Arnold, nou, dit is nou Ellen. Ja. Zo, ja. Dus dat moet dus het elegante bruidje wezen. Ja, nou, elegant. Ja. Zo, nou, dus jij bent Arnold. Arnold, ja. Ja, dat kun je wel stellen, ja. 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 Nou. Arnold is een zoon van een neef van... Wacht even, hoe was dat? Jouw vader, dat is toch oom Roelof, hè? Nou, oom Roelof... Nee, mijn vader... Dat was Wiewert. Ah. Was? Ja, hij is overboord geslagen bij het Spekse Zand in 59. Ah, oh jee. Ja, nou goed, in ieder geval oom Wiebo. Wiebert. Wiebert, ja. Oom Wiebert, dat was dus een neef van tante Geurtje. En die was weer getrouwd met oom Gallebart. En oom Gallebart... Ja, dat die... weet ik allemaal niet zo precies. Maar ah, nog nee. Even over morgen. Ja, even over morgen, jongens. Kijk, om heel eerlijk te zijn, ik heb natuurlijk wel een stel man begraven. Ja, dat krijg je ja, zo als kapitein ja. zijnde. Vreselijk, ja. En maar ja. zo'n trouwerij, dat heb ik natuurlijk nog nooit bij de hand gehad, hè? Oh. Dus, Nee, maar jij had toch gezegd, Arnold, dat alles verder geen probleem was? Nee, maar oh. kijk, mijn bevoegdheid oh. ligt natuurlijk buiten de 12-mijlszone. Oh, mooi. Dus ja. we moeten de zee op? Hè? Ja, dat kun je wel stellen, ja. Ja? Ed. Dat nee, lijkt... maar dat is toch leuk? Dat is goed, hè? Juist, dat is prima. Oh, ja? Ja, dat is toch hartstikke romantisch? Dan trouwen we uit het zeegat. En dan gaan we daarna er weer in. Dat is toch geweldig? Hè? Maar hoe laat moeten we dan morgen verzamelen bij de haven zo'n beetje, Arnold? Half zes. Oeh, Arjie, dat is een beetje vervelend, want we willen na afloop namelijk een leuk dinertje aanbieden. Jij bent trouwens ook van harte welkom, hoor. Ja, maar het is wel 's morgens. Ah. Ja, ja. Half zes 's morgens. Ja. Ja, want dan zijn we net voor de springvloed en net na de trekker. Ah, zie je wel. Ja, en anders duwt de onderstroom je zo met je kont in de slipgeul, hoor. Ja, en dat moeten we natuurlijk zien te vermijden. Ja, dat kun je wel stellen, ja. Ja. Ja, want zo is ome Jaapik ook verzopen in 63. In de slipgeul. In de slipgeul. Misschien dat we maar het beste dan naar kooi gaan, hè? Even naar kooi toe, ja kooi. Hoor. Naar kooi. Ed, hè? Ja. Dag neef Harold. Hai, hai. Oh, Ed, die vislucht op mijn luchtige maag. Wat verwacht je anders in een haven met allemaal vissersboten? Nou, waar is dat neefje van je? Dan kunnen we tenminste weg. Ja. Ik kan wel voor het eerst in mijn leven dat ik om 5:30 's ochtends naar een bordeel snak. Ja. Yeah. Oh, daar. Arnold. Morgen. 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 Joe! En de pet! En de pijl! Joe! Mijn god, zo goed gerenoveerd. Oh, kinderen, eindelijk gaat het dan toch gebeuren. Leuke hoed, mevrouw Veenstra. Ja, kindjes, gewoon mijn ouwe. Ik heb hem alleen opnieuw laten opmaken. Ja, nou, we zullen in ieder geval geen hongerlijden aan boord, hè? Welk schip is nou ook alweer van Arnold, de pet? Oh ja, Arnold, ik zou zeggen, wijs ons de weg. Nou, dit is hem. Nee, ik bedoel jouw boot. Ja, dat is hem. Nee, 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 wacht even, wacht even. Ik bedoel de boot die wij gehuurd hebben voor de trouwerij speciaal. Oh, Ed, nee, hè? Gewoon even, laat mij eventjes, ja? Arnold. Ja. Moet je horen, Arnold? Ja. Nee, kijk, luister. Ja. Ed wil graag weten waar dat luxe touringjacht van je is gebleven. Ja. Met al dat rode pluche. Ja. Waar je die Duitse toeristen in rondleiden. Ja. Weet je wel? Dat drijvende bordeel. Ja. Hè, Ed? Ja. Nou, dat. Dat heb ik 8 jaar geleden al weggedaan. Ik zit nu in de palingvisserij. Ed, jongen. Ik ben trots op je.
Ja, dankjewel. Doe geen moeite verder. Nou, dan stel ik voor dat we allemaal zo snel mogelijk aan boord gaan, hè? Dat we nog voor het ontbijt getrouwd kunnen zijn. Is iedereen daar? Nou, vader, waarom moeten we nou toch altijd weer op jou wachten? Ja. Rustig, rustig. En kan jij die hoed een kwartslag draaien? Want ik krijg hem niet in beeld, hè? Zo, aan iedereen lachen. Ja, maar, pa, je zou je fotocamera thuis laten. Kom op, hè? Nee. Nee, het is een videocamera, jongen. Die heb ik gehuurd voor het weekend. Oh, fijn. Joehoe, goedemorgen allemaal. Hallo. Goedemorgen, jongelui. Hey, visweertje, hè? Visweertje? Ik ben naar Bersodebiet, het Loe. Huh? Lekker weertje om een beetje te bakken. Hallo. Ik ben Willemijn. Zeg maar Willy, hoor. Ik ben Loe, zijn nieuwe scharrel, zou ik maar zeggen. Zo is het maar net, hè, Wil? Nou, zo is het wel genoeg, vader. Dadelijk is je rolletje vol. Jij bent zeker een dochter van Loe, hè? Ja, ik zie het aan je hoed. Hoi, kapiteintje. Dat is nou toch echt weer iets voor pa, hè? Zo'n meid die maar van alles met Jan en alle mannen. Ja. Nou, pa, toch. Wat zeg je moeder? Ik had het niet tegen jou, vader. Ik had het tegen pa. Is er weer iets niet goed? Wat heb je nou toch allemaal weer voor rommel bij je? Ja, ik dacht, als we het ook buitengaats gaan, kijk, net zo goed even een lijntje uitgooien. Heb je er problemen mee? Wou jij nou op jouw leeftijd nog een... Zeg, jonge dame, gaan we weer bejaardenverzorgstertje spelen, hè? Rustig nou, Loe. Ja. Hard nou gezellig. Als ze me missen, dan ben ik vissen. Kom op, Wil. Allang! Oh, thank God. Ik dacht dat we te laat zouden zijn. Kent tot hier een beeld. Pap, uit. Ja, kindje. Papi moest vannacht zijn bed weer uit voor een appendix. Daarom zijn we wat laat. Mams, paps, dit zijn nou de ouders van Eddie. Oh, wat aangenaam om u nou eens te ontmoeten. Nou, schiet nou toch eens op, vader. Dit zijn mevrouw en meneer Van den Berg. Veel over u gehoord. Hoe maakt u het? Mevrouw Veenstra. Meneer. En dit is meneer Veenstra. Veel over u gehoord. Hoe maakt u het? U bent toch huisarts, hè, meneer Van den Berg? Ja, huisarts. Dat lijkt me nou toch zo'n mooi beroep, hè? Ja, dat je andere medemensen mag helpen in voorspoed en tegenspoed en bij ziekte. Zo dragen we allemaal ons steentje bij, hè, op woorden van gelijke strekking. Ik ben blij dat u er bent, want ik heb een natuurlijke aanleg voor zeeziekte. Oh jee. Oh, Ed, dat wordt niks. Nee. Oké, lui. Even de zwemvest aan. Je weet het maar nooit in deze tijd van het jaar. En deze boot heeft ook al zijn beste tijd gehad. Dit is gewoon niet aan het gebeuren, Ed. Ik ga trouwen in een zwemvest. Ja, maar El, dat kunnen we gewoon weer uit doen als we echt gaan trouwen, oké? Sorry, het is de laatste keer dat ik trouw. Gaat het een beetje, ma? Ach, toen je vader en ik trouwden, Eddepet, toen werden we gereden in een witte Rolls Royce, maar ja. Jongens, even lachen. Even lachen. Ja, lachen. Goed zo. Zo aardige kerels, hè. God, ik hoop dat mijn maag het houdt met al die deining op de golfslag. Ja, ik ben toch al zo gevoelsmatig. Maar het komt allemaal wel goed, mevrouw Veenstra. We gaan echt niet ver. Nee. Oh, gelukkig is er een dokter aan boord, hè. Ja. Kom op, laat op. Kijk eens even, nummertje 2, hè? Va, alsjeblieft! Wat een genante vertoning. We hoeven daar toch niet op visite, hè? Lach nou eens even, moeder. Alsjeblieft, vader. Nu niet. Zou je misschien toch niet even gaan kijken of je iets voor haar kan doen? Nee, ik vind het zo wel prima. Hey, Eddie. Kan ik jou even hebben? Ja? We zijn er ver genoeg buitengaats. Oh ja, Arnold, ik zou zeggen, daar gaan we dan, hè? Ja, maar we gaan eerst even een sleepnet uitgooien. Wat? Ja, er zit vis op de sonar. Maar dan veeg je dat er toch gewoon even af? Nee, de apparatuur geeft aan dat we net boven een mooie schoolpaling zitten. Ook nog? Ja.
En nou, dan gooi je even een sleepnet uit. Dat is toch mooi meegenomen? Ja, maar ik heb de boot al gehuurd om te trouwen en toch niet om te vissen? Zeker en vast, maar met de huidige problemen die de vissers tegenwoordig hebben, kan ik me niet permitteren om een schootpaling te laten lopen. En bovendien, het is zo gepiept. Ja. Nou, wat vind jij, Al? Ja, nou, ik vind dat gewoon een... Mooi, jongens! Bakboord, sleepcornet, 20 voet! En ik zou maar een paar lieslaarzen aantrekken, want dadelijk komen er allemaal schubben op het dek. En voor je het weet, leg je op je bek. Ed, ik neem alles terug wat ik gezegd heb. Dit is de meest fantastische ervaring die ik ooit gehad heb. Ja. Wacht nou even, moeder. Haal die camera weg, vader. Dit is zo vernederend. Maar dat is toch leuk voor thuis? En dan zijn jullie wettelijk verplicht om het een beetje leuk te houden samen tot de dood erop volgt. En denk erom, er zijn getuigen bij. Nou, dan verklaar ik jullie bij deze tot man en tot vrouw. Je kunt nu de bruid kussen. Jij niet, Hufte, hij eerst. Ellen. Zo, jongelui. Proficiat. Ah, jochie, ik had nooit gedacht dat hij het zou redden. Ja. Ah, zo. Rustig. Alsjeblieft. Zo, dat heb ik gehad. Nou is de donder op huis aan, anders gaat mijn aal schiften. Nou, El, hoe voelt het nou om getrouwd thuis te komen in je eigen huis? Ik zou het niet weten, Ed. Wat wil je dat ik met die paling doe, El? In die hol schuiven. El, ik begrijp dat je een beetje de pest hebt. Laten we op een boot gaan trouwen. Oh, dat lijkt me zo romantisch. Nou, dat hebben we gezien, ja. Het over je knieën in de rotte vissen. Je moeder die een heel nieuw waddeneiland bij elkaar kotst. Nou, dat vond ik eigenlijk nog wel geestig, eerlijk gezegd. Ja, nou, dat had inderdaad nog wel wat, ja. Ja, ik vond de trip was toch niet geheel van een bepaalde amusementswaarde ontbloot, alles door elkaar. Hè? Nee, die twee Neandertalers vond ik ook eigenlijk wel erg grappig. Ah, ja. Arnoldse ketelbinkies, ja. Ja. Nou. Wedde dat mijn vader vannacht stiekem zijn bed uitsluipte, dat hij dan gaat zitten gluren naar die 8 videocassettes van de dijen van de vriendin van opa? Nou. Wedde? Wat een type ook weer, hè? Ja. Oh. Hey, El. Ja. Moeten wij niet... Moeten we niet wat? Worden wij niet verondersteld om hartstochtelijk... Nee, op wel nee, Ed, ben je gek. Dat mag pas als je getrouwd bent, hoor. Ja, maar wij zijn toch getrouwd, nou? Ed, je gelooft het toch niet echt zelf, hè? Je wil zeggen dat je bepaalde twijfels hebt omtrent de juridische geldigheid van Ed, de procedure. Een bankoverval had meer juridische geldigheid. Heb jij een trouwakte gezien of zoiets? Ah, nou, wat dat betreft, ik heb er nog even met Arnold over gehad en hij was bereid om alsnog iets op een bierveeltje... Ik wil het niet. Nou, misschien moeten we anders van de week nog eventjes snel aanwippen bij het stadhuis om het zeker te weten dat allemaal goed is en geregeld en zo. Ja, ik denk het wel. Ja. Ergens in het midden van de week. Ja. En dan neem ik wel een uurtje vrij van mijn werk en zeg ik gewoon dat ik naar de tandarts moet of zo. Ja, zeg ik wel dat ik ziek ben of zoiets. Ja. Wanneer zullen we het plooien? Nou, zo snel mogelijk natuurlijk, hè. Ja. Oh. We hebben niet echt talent, hè, voor trouwen. Nee, niet echt, hè, nee. Nee. Maar ja, weet je, het huwelijk is ook eigenlijk alleen maar een soort... Ja. Het gaat natuurlijk om de... Ja, natuurlijk. Ja. En dat is dik in orde bij ons, hè? Oh jee, Ed, dat is dik in orde bij ons. Ja, dat wou ik ook even weten. Mag ik je dan bij deze officieel te huwelijk vragen, El? Alweer? Nee. Nog steeds. Kameraden tot de laatste dag, vrienden voor het leven, als het kan, als het lukt, als het mag, samen voor een lange tijd de eenzaamheid verdreven. Boven alles zijn zij vrienden voor het leven, vrienden voor het leven, zij
vrienden.